Welkom weer bij onze nieuwste vlog. We gaan daarin kijken. Oh ja. Wij gaan naar Lieve Loutje en Ryan hun genderparty. Oh, is het? Wij hebben ons verhuisd. Nou, dit is de update. Dit is al helemaal eruit. En morgen is het moederdag! Het is mama's eerste mama dag. Oh, wat mooi! Het is onze verjaardag vandaag. 26 alweer. Dacht u dat we zo oud waren? Oud? Ik vind het heel oud. Oh, het is heel mooi. Hoe beeldig is het jurkje dat ze aan heeft. Mama is jarig. Jij houdt zoveel van de camera. Are you coming, Maria? Ik draag trouwens de hardy top vandaag. Ja, ik draag even mijn Yeezy pak vandaag. Sunday service. Kan je best merch. Ga je het ondervinden, Sunday Service Merch. Welkom weer bij onze nieuwste vlog. We gaan daarin kijken. Oh ja. Welkom weer bij een nieuwe vlog waarin jullie gaan zien hoe we onze verjaardag vieren. Jij en ik hebben ons nieuwe huis gekocht. Dus we gaan een kleine sneak peek ook geven van ons nieuwste huis. Je hebt je lip zitten, tante. Oh, sorry. Ja. En jullie gaan de sneak peek zien van Laura de Gender Party. En we vieren voor het eerst samen met de Drietjes Moederdag. En ik heb een hele mooie cadeau voor Sjoel en Romee geregeld. Dus ben jij benieuwd wat we allemaal gaan doen? Ook gaan we natuurlijk weer een update geven tegen Rocket en Livia hoe ze het allemaal doen. Ben je benieuwd? Blijf dan kijken. Ja. Yeah. Love. Nee, nee. Okay. Het is Mary. Nou, je zegt het de snelste manier, dus het zal wel. Wij gaan naar Lieve Loutje en Ryan hun genderparty. En het is al de hele dag regenzon. Regenzon. Koud warm. Koud warm. Dus ik heb een muts op met een trui. En nu is het weer zon. Jill heeft een zonnebril op. Zonder muts. Dus dat is wel een hele leuke combinatie. Ik heb een hoodie. Oh. Dus we zijn heel benieuwd. Het is in Spaarnwoude. Het is buiten, coronaproof. En ik heb het voorgevoel dat het een meisje is. Dus ik moet voor iets roze aan. Wat denken jullie? Meisje. Meisje? Ik denk ook meisje. Sorry bij meisje, want ze heeft hetzelfde. Ze heeft hetzelfde klachtjes als ik. Een beetje een roemerige huid. Een beetje een buik. Ja. Het zegt niks, maar ik denk toch wel. Ja, we denken een meisje. Dus we zijn nu onderweg en we gaan jullie meenemen naar de gender party. Zo spannend. En ik ben in de tussentijd ook de navigatie aan het doen. Dus ik neem het zo. Ja, lekker allemaal een plekje nemen bij een vingertje. Oh, eten? Hoe is het? Was er niet hoe leuk. We hebben een picknick. Nou, Sjoel, kijk hoe jouw kas is. Nou, daar ben ik wel heel blij mee. En daar gaat Lau straks staan om het bekend te maken. Kijkerbeeldig zijn. Hè? Allemaal coronaproof uit elkaar. Nou, heerlijke kippen gemaakt en zalm. Salade. Vind jij het lekker, Sjoeltje? Salade bij? Wil je er ook salade bij? Wil je er ook salade bij, schat? Maar heel graag. Doe maar. Oh mijn god, wat? Nu voel ik het wel hoor. Wil je wel een beetje zon? Oh my god, oh my god, oh my god. Oké, daar gaat hij. Oh nee. Oh, is het? Oh nee. We zijn net bij Laura geweest. Laura krijgt een meisje. En wij gaan nu richting mama. Papa is aan het kijken. En daar vind ik echt geen bal aan. Dus wij gaan lekker naar mama toe. En mama heeft ook een super leuk jasje voor Livia gemaakt met franjes. Ja, super mooi. Oh, hij is dus echt geweldig. Dit is lip glow oil van Dior. Ja, voor daar weer een vraag over krijgen. Huh? Oh, we kunnen niet meer filmen straks, denk ik. Nou, kom, we gaan gewoon verder. Hoe was onze gender reveal van onze lieve vriendinnetje Laura? Nou, het is dus heel grappig. Laura heeft ook laatst een video geüpload hoe haar vriendinnen en familie reageren. Ja. En toen zei ik al meteen, het wordt een meisje. Ja. Ze had mij, sinds het begin was ze vergeten te klikken. Dus ja. Bij mij was mijn latere reactie. Maar wij dachten allebei een meisje, omdat Laura ook een hele makkelijke zwangerschap heeft. Ze had een hele rommelige huid, wat ik ook had. En ze was best wel vol. Ja. Dus het zijn misschien allemaal maar weetjes. En je weet natuurlijk niet, maar ik dacht echt dat het een meisje werd. En het werd een beetje. Dus we kregen zo'n iets. Italiaanse kleine Laura. Kleine Laura. Dus het was echt heel leuk geregeld. Corona-proof met een picknick lekker buiten. Dus echt heel erg blij. Ja, echt heel gezellig. En ook, want eerst die box die ontploft dan. En eerst was het natuurlijk door de rookkleur een beetje grijs. Toen dacht ik, nee, het wordt geen jongen. Geen jongen, niet blauw. En toen werd het roze. Toen dacht ik, Ja, echt leuk. Gelijk. Dus lieve, jij krijgt een vriendinnetje bij een Rocket. Ja, alweer. Krijgt Rocket een vriendinnetje erbij. Arme Rock. Wij hebben ons verhuisd. Ik ben intussen een heerlijk broodje aan het eten.
Dat sirietje. Ik zal even de voorkant laten zien met het glas lood. Dat vind ik namelijk echt beeldig. Zoals je kan zien, is hier het glas lood. Ik loopt alleen maar bij me op eten heb. En zoals je kan zien is het huis heel erg lang. We gaan dit er eigenlijk allemaal uithalen. Zodat je een hele lekker grote kijk hebt. De open haard laten we. Die is heel erg ouderwets van marmer. Dat vind ik echt prachtig. En achterin zit nog de badkamer. Dus dat gaan we ook helemaal eruit halen. En dan achterkant een hele mooie glazen puin. We hebben al van mijn schoonouders en mijn familie al hele mooie bloemen gekregen. Ze komen hier allemaal langs. Met alle baby's en hondjes. Jullie hebben eigenlijk een tuin. Nou, de keuken gaan we gewoon gratis straks erop zetten die nog kan opgehaald worden. Ik krijg een heel mooi dakraam helemaal tot daar. Dus ik krijg straks heel veel mooi daglicht. Het wordt zo'n gaaf project. Boven hoef ik niet te veel, dat is heel klein. Maar er komt eigenlijk verdieping op. En nog eentje. We hebben even buurtjes ontmoet. Super lieve buurtjes. En dit is een tuintje. Die gaan we ook opknappen. Alles ziet er eigenlijk gewoon prima uit. Maar we gaan gewoon even brede tegels doen. Even alles glad. Zodat de hondjes lekker plassen kunnen buiten. Ja, in plaats van binnen. Frankie, Benkie. Superleuk. Goedemorgen allemaal. De laatste keer wat ik heb gefilmd is dat Jamie en ik ons nieuwe huis hebben gekregen, de sleutels. Het is mega spannend. We zijn nu een week verder en Jamie is echt onwijs aan het klussen met al zijn vrienden en zijn paps. En het wordt echt mega gaaf. Ik ga er nu even heen met Livia. Want in de tussentijd ben ik op Instagram alles aan het zetten wat we kwijt willen. Dus ik heb de tuin, de deuren, de keuken. Alles wordt lekker meegenomen. Dus er wordt straks even gekeken. Dus dan ben ik even bij. Daarna ga ik even richting Zandvoort mama een theetje doen. Dus ik ga nu met Livia. Die zit achterin. Kijk, kan je dit niet zien denk ik zo. Ga ik nu weer naar het nieuwe huis toe. Het is zo leuk. Ik heb er zoveel zin in. Ik kan echt niet wachten. Dus ik neem jullie mee eventjes in het proces van ons nieuwe huis. Goedemorgen. Nou, dit is de update. De muur gaat er bijna uit. Dit is al helemaal eruit. Ja. Echt alles is eruit. Alle deuren. Nou, al de hele gang. En boven is niet normaal. Ik moet even oppassen waar ik wil. Kijk dan. Alles is eruit. Het plafond. Alles is leeg. Hoep. Zo leuk denk ik voor later als ik het allemaal op film heb staan. Kijk hoe stijl de trap het is. Dit is voor mijn hoofd. Oep. Dus we gaan de goede kant op, mensen. Het enige wat we houden is de voordeur. Die is echt enig. En het glas en lood. Mijn koophuis zien jullie ook voorbij komen. Jamie en ik hebben ons huis gekocht. We zijn er heel erg blij mee. We zijn nu al inmiddels, nu we deze vlog nemen, echt al een stuk verder in de verbouwing. Dus we gaan jullie allemaal meenemen. Ik kreeg heel veel leuke reacties al erop dat ze heel graag het proces willen. Ja, jullie gaan echt alles eruit. Nou, nu is eigenlijk alles al helemaal uitgesloopt. Ja, de eerste verdieping wordt weggetrokken. Er komt nog een verdieping op. En we krijgen nog een verdieping. Ja, we krijgen nu in totaal 3 verdiepingen krijgen we. En een hele mooie glazen pui aan de achterkant. Een heel mooi dakraam in de verlenging. Dus ik krijg heel veel daglicht. De badkamer stond nu nog beneden, maar dat wordt natuurlijk naar boven. Ja, je gaat eigenlijk alles veranderen aan het hele huis. En langzaam een beetje zal je het meefilmen. Maar ik denk wel, als het echt af is, dat je dan echt goed erin. Ja, 3 maanden gaat het duren, zegt ze. Nou, we houden dus rekening met 4 maanden. De eerste verjaardag van Livia is sowieso daar. Dus dat wil ik sowieso heel leuk. We doen het samen met Outrans Interiors, met Melanie. Dat is onze architect. En we zijn heel erg benieuwd hoe het wordt. Ik zal sowieso de before foto's allemaal bewaren en dan de after zo laten zien. Dat is superleuk. En Jaime is eigenlijk echt nu elke dag met vrienden wezen klussen en alles gesloopt. Dus het is wel echt heel erg leuk om dat te zien. En ons appartement, dat is pas in oktober klaar. Dus we zijn eigenlijk dezelfde tijd weer klaar. Nee, jij bent dan klaar en ik begin dan pas. Oh ja. Jij bent precies oktober klaar. Nou, ik mag hopen iets eerder. Nou, het is al bijna juni, augustus, september, oktober. 5 maanden duurt het. Maar het is nu al bijna juni. Dus als je vanaf juni rekent, is juli, augustus, september, oktober. Ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval. Dus als Marie klaar is met haar hele huis, dan ga ik ons appartement weer filmen. Oeps. Het is wel heel fijn, want Jill zei het al. Ik ben overal research aan het doen naar goede partijen voor deuren en voor de vloeren en voor het betonchilé. Ja, dus eigenlijk ben jij weer al het voorwerk voor mij aan het doen. Ja, en Jill kan het zo kopiëren. Plup, naar haar huis. Het is echt leuk, maar die doet altijd het regelwerk. Waar alles altijd al. En nu ook. Nee hoor, dacht dat we een hele andere stijl hebben, maar jij komt steeds meer dichter bij mijn stijl nu. Nou, nu merk ik ook bij mezelf dat ik na die bank, die groene bank, vond ik een half jaar leuk en na 2 jaar ben je het echt zat. Dus ik doe nu echt de hoofdelementen allemaal basis en de accessoires in kleur. Dus dat heb ik hetzelfde, ja. Ja, dus ik krijg hetzelfde huis. Nee, ik heb heel veel zwart, jij niet. Nee. Jij hebt echt de accessoires, chroom, de kraan en zo. En ik heb Onyx en jij hebt wel geen Onyx. Dus het wordt wel wat anders. Ja, dat wel iets anders. En ik heb visgraatvloer en jij hebt beton. Ik heb alles beton, sorry. Ja, Zo, dit is een typical Saturday voor me nu. We zijn net bij ons thuis geweest. Hey, Livia.
even bij Lily en Andy een theetje gedaan. En nu is het tijd voor jouw hapje. Ga je wat eten? Jaime is nog echt bezig met zijn vrienden en zijn paps om alle dingen af te maken. En helemaal aan het huis. Echt super lief. Hij is echt al de hele dag bezig. Ik heb voor mezelf sushi besteld. Echt, sinds ik bevallen ben eet ik alleen maar sushi, vis, vlees. Alles wat ik niet kon eten, eet ik nu. Oh ja. Dat is leuk. En morgen is het... Moederdag. Moederdag. Ik heb echt een super mooi cadeau geregeld voor Jill, ik en Romee. Eerst wilde ik het voor mezelf hebben. Toen dacht ik, nou, hoe mooi is het? Als ik dit ook aan mijn zussen kan geven, ik laat zo dat cadeautje zien. Nou, een cadeautje. Dat is wel een heel mooi groot cadeau. Ja. En ik heb hier heerlijke bietjes voor Livia van Mama Daily. Aangezien ik heel erg druk ben met Reiners en nu het huis, is het gewoon perfect. Er zijn geen toegevoegde suikers. Het is eigenlijk allemaal vers, wordt het bereid. En het wordt vers naar je opgestuurd. En zoals je ziet, kan Livia niet wachten. Dus gaan we jou eerst een hapje geven. Opa, jamant. En haar lieveling zijn bietjes. Dat vind jij heel lekker, hè? En ik deed altijd een schort om, maar dat heeft toch geen zin. Dus ik ben eigenlijk hele kleine hapjes altijd aan het geven. Dan gaat het wel goed. Oh ja. En zoals je merkt, Livia houdt van camera's. Die kijkt gewoon helemaal met je mee. Wie zou dat hebben? Van mama. Heb je dat van mama? Dus ik ga Livia even lekker eten geven. Is het handig als jullie lekker neerzet? Is dat leuk? I don't know. Ga ik hier zitten? Een hapje voor mijn schatje. Nou, ben je rebels. Ik zet jullie even uit, want ze vinden jullie veel te interessant. En ja, dit doe ik normaal altijd dicht, maar ik zit er nu bij. Zo. Bietjes. Bietjes. Zo. Livia heeft net gegeten. En ze zit zelf niet onder de bietjes. Maar mama natuurlijk wel. Ik had er net eten gegeven. Komt sushi aan. Ik op mijn schouder en... Hop, bietjes. Woep, woep. Kijk, ik heb lekker de sushi voor mezelf. En als jullie denken, dat krijg je nooit op. Ik krijg dat wel op, hè, Frankie? En anders doe jij het wel. Heerlijke sushi. Ik vermaak mezelf zo, hoor. Ja, hè? Livia, komt allemaal goed, hè? En ik ben een nieuwe serie aan het kijken. Wow, hard. Papa, dag. Ik ben heel benieuwd. Tot nu toe zie ik alleen maar een baby aan het huilen is en stressen. En dan denk ik, thank God dat ik zo'n makkelijk baby heb met Jaime. Hè? Die alleen maar letterlijk aan het lachen is. Ja. En ze heeft het rollen ontdekt. Dus dat ga ik zo als trotse mama eentjes laten zien. Perfect. Ik ben ook trots op jou, hoor. Ja. Zie je die, waar ben jij? Oh, daar. Hoi. Jong geleerd is oud gedaan, hè? We love sushi. Nou, ik ben al aardig op weg, jongens. En ik heb echt niet heel veel wasabi gegeten. Dat is niet goed voor mijn borstvoeding, hè? Nee. Hi, mijn mooie meisje. Ja, jullie laten iedere keer de oren zien. Hallo. Hallo. I love you. Yes. Camera's on. Laat je zien hoe je gaat rollen. Eén, de tweeën. Hoppakee. Hoppakee. Nou, dit is niet zo glad, hè? Ik had eigenlijk het dekbed even weg moeten halen. Zo. Nou, aangezien ze dus altijd rolt en nu natuurlijk nu niet. Nu ik de camera... Bijna! Bijna! Ja! Oh, je wordt al zo groot. Je bent zo'n mooie meisje. Oh! Zoals je ziet is Livia helemaal idolaat van de camera. Oh ja! Jij vindt die camera mooi, hè? Oh ja! Aangezien ik Livia nergens alleen kan laten, ga ik nu even met Livia samen mijn cadeaus laten zien. Ik ga even eentje pakken. Ik heb bij Karat Antwerpen iets heel moois laten ontwerpen voor mij, Jules en Romee. Ik laat alleen die van mij zien. En morgen laat ik ook die van Jules en Romee zien. Jenner weet altijd precies wat ik mooi vind. Zullen we alles met één hand doen en Livia in de gaten houden. Kijk nou, hoe mooi is dit. Voor Mother's Day. En ook omdat ik gewoon van mijn zussen hou. En ons allereerste moederdagje samen. Heb ik voor ieder van ons de naam van Rocket en ook van Belle. En Livia en Belle zijn hetzelfde geschreven. En Rocket echt wat Jules mooi vindt. Echt op zo'n, ja, hoe noem je zo'n lettertype? Echt zo'n hele grove gothic lettertype. Ja! En we gaan weer omrollen. Daar is het tasje gebleven. Dus dat ga ik morgen als cadeautje geven. En ik heb echt nu al zin om het te geven. Oh, ik kan niet wachten om te doen. En wij gaan zo lekker slapen. Maar als jullie denken, heb je er weer met de baby? Nou, dit is nu een moment even de live van mij en Jules. Dus ja. Is altijd vrolijk. Ja, dat heb je niet van mama. Dat je altijd vrolijk bent. En ze gaat nu ook kwijlen. En ze wordt een beetje eenkennig. En ze neemt nog steeds de fles niet. Nee. Dus ik moet nog steeds borstvoeding geven. Ik loop al bij pre-logopedie. Heb ik al Zoom-meetings gehad. En het gaat goed. Ze heeft hoop, maar het duurt gewoon even. Dus ja, begrijp het wel, hoor. Livia wil gewoon niet zonder borst.
En verder is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Ik heb echt allemaal dingen van Jasmijn laten ophalen. Dus mijn huis is een beetje kaal. Ik ben nu eigenlijk in de verhuisspeur. Terwijl in augustus pas waarschijnlijk erover gaan. Maar als je nu al een beetje bij beetje alles weggaat, scheelt het weer voor straks. Ik ga haar borstvoeding geven. Ja! Dat wil ze altijd. Als ze haar hoofd gaat verstoppen. Ja. Oh ja, lekker de sushi gegeten. Ik zie jullie morgen. Een ander outfitje natuurlijk. Leuk, lekker in de make-up mijn haren gedaan. Voor Mother's Day. Tot morgen. Tot morgen. Baby update. Hoe gaat het met kleine Rocket? Nou, klein is je niet meer. Nee, Rocket is niet meer klein. Rocket is nu echt even groot als Livia. Het is natuurlijk een jongetje. Dus het scheelt niet meer. Het scheelt ook maar 2,5 maand. 3? Ja, 3. Ja, iets korter. Ja, ik weet 4 en 10, 14 is 10. Ja, 2 maanden en 20 dagen of zo. Nee, dus het gaat hartstikke goed met die kleine. Ik bedoel, hij is nu bij de oppas met Joyce. En hij doet het super goed, super lief. Is alleen maar aan het lachen. Slaapt lekker. Ja, en ik Livia zit nu tegenwoordig aan de hapjes. Dus dat doe ik nu voor mijn mama daily. Zie je ook voorbij komen in de vlog. Het zijn eigenlijk gewoon verse pakketten. Aangezien we nu in de verbouwing zitten en gewoon nu met werk en gewoon meer chaotisch leven nu met een baby, is het heerlijk. Gewoon geen toegevoegde suikers. Kan ik gewoon hup, lekker verwarmen. En het zijn allemaal gewoon verse gerechten. Dus jij vindt het ook echt lekker, hè? Om het straks misschien met de Rocket te doen. Ja, ik ben helemaal geen chef. Ik heb het laatst flink verbrand. Ja, dat zie je niet eens meer. Oh, je ziet het niet meer. Maar het is echt heel heftig. Ja, het was heel heftig, dus ik haat koken. Ik ga het ook niet meer doen. En Livia, de favoriete smaak zijn bietjes. Oh. Dat heeft ze ook van mij. Ik hou ook van bietjes. Livia lijkt dus op mij. Livia houdt van camera. En die is alleen maar aan het poseren. En het lachen. En het lachen. Dat heeft ze alweer niet van mij. Nee, en Rock is gewoon echt super chill. Lekker relaxed dude is het. Hele relaxed baby. Net als papa. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel, ja. Ja. Dan gaat hij veel chaotischer zo zijn door mij. Nee, maar jij bent ook een hele relaxed mama. Eigenlijk wel, ja. Ja. Heel chill. Ik doe alles maar wel met de flow. Met de flow. Oké, ik ben net bij mama aangekomen. En Sjoe heeft voor alle mammies een boeket geregeld bij Jasmijn Bloembinders. En een cadeau. Ik ben heel benieuwd, ik weet zelf ook nog niet wat het is. Dus dat is ook wel een surprise. Ja. Mama is lekker aan het koken. Nou, had ik gisteren ook de hele dag gekookt. Ik heb nog lekker iets gedaan. Rocket is lekker aan het slapen. Ja, het slaapt daar uit. En mijn cadeautjes liggen ook op tafel. En ik heb Livia in mijn handen. Ja, met je grote stuk. Het is mama's eerste mama dag. Oh, Rocket heeft geleerd te duimen, hè? Maar af en toe stop je je duim iets te ver in je mondje. Ja, zie je dat? Zie je dat? De camera. Hallo. Okay. Ik wil soep inschenken. Nee, ik wil soep inschenken. Lijkt maar wel. Ja. Nee, nee. Gezellig, gezellig. Je papa heeft het neergelegd. Geen idee wat het is, hè? Nou, het jongens. Heb jij iets gekocht? Het kaartje mag gewoon moeten als laatste. Een heel klein dingetje maar, hoor. Oké, okay, kaartje moet als laatste. Dat is natuurlijk normaal gesproken gewoon moederdag. Ja. Maar dit is natuurlijk de eerste moederdag. Ja. Dit is van papa. Ja, wat? Doe maar open. Wat is van dit... papa? Doe maar open. Is dit van wie? Ja, doe maar open. Waarvoor ik nou eerst dan? Luister, is het ook van ons? Nee, maar Gilles zegt van papa altijd raad wat het is. Doe maar gewoon open. Het is van mij. Het is van Marie. Oh ja. Hallo! Het lijkt heel spannend hoor. Heb je het nog niet gezien? Ze hebben het zo snel dicht gedaan. Oh, zo. Draaisel. Prachtig. Wauw. Mooi. Nee, niet leuk. Wauw, het is mooi groot. Ik heb het nog niet gezien. Jezus. Oh, ja. Nee, met jou filmen. Oh, wat mooi. Chill ook. Wauw, kijk, dit is van jou. Oh, okay. Ja, lettertype. Ja, wel in het lettertype. Onze eerste moederdag zijn wij verweend. En hoe was het die dag? Wij zijn onwijs verweend. Ja. Buiten alle lieve berichtjes van onze partners natuurlijk. En de bloemen en van mama. Ook die we hebben gekregen. Voorleesboeken. Maar ik wilde ook voor onze eerste moederdag, voor onze zussen, iets speciaals regelen. Omdat het allemaal natuurlijk ons eerste kindje is. En ik wist dat Roma heel graag zo'n naamkettingje wilde. Wat we allebei nu om hebben. Dus die heb ik eigenlijk van Marie gekregen. En ik heb het Rocket Rock'n'Roll lettertype, vind ik dit. Vond ik echt bij Rocket passen, onze kleine rockster. Ja, bij ons. En Livia en Bel zijn precies hetzelfde. Dus dat is super lief dat we dit hebben, dat Marie dit voor ons had geregeld. Bij Karat hebben we even dat geregeld. Ja, Karat Antwerpen, daar hebben we eigenlijk onze panterketting ook van geregeld. En het is altijd zo fijn dat contact met haar samen. Ze weet precies op wat ik bedoel als ik zeg ik wil dit en dit. Dus we hebben het allemaal op afstand wel ontworpen, maar het is eigenlijk precies hoe we het willen. Dus het is echt heel erg leuk. En een super, super, super lief cadeau. En echt onze allereerste moederdag. Alle drie en allereerst gewoon de namen. Kindje. Lekker gegeven. Mama had heerlijke gerechten gemaakt. Dus niet normaal. Ze thee, Russische eiersalade. Van. Dus het was echt wel onze moederdag. We waren zelf jarig. Het was één feestweek. Ja.
Alleen met gezin. Ja. Oké, jongens. Het is onze verjaardag vandaag. En ik voel me niet echt jarig, want ik ben nog niet in mijn glam. Ik heb mijn haar al lekker laten doen, ambiance. Ik krijg zoals jullie zien de Reiners body met de Reiners pants. Maar ik ga me straks omkleden in mijn leuke jurkje. En daarbij ga ik dragen de Reiners schoenen. Ik ga in blauw, Marie in het roze. Harley komt er nu aan om mij te make-uppen. Dan zal ik me al een stuk beter voelen. En mijn liefje zit hier. Die ga ik eventjes uitpakken. Oh, hij is moe. Ja, ben je moe? Ga ik even uitpakken. Ah. Oh, mama jarig! Is mama jarig en tante? Mama en tante? Ja? Ja? Love you. Love you. Mijn hoefje. Oeh. Nice, nice. How pretty! Oké, ik ga zo even het eindresultaat filmen, maar... We zijn er nog lang niet. Nee, we zijn er nog lang niet. Oh, gorgeous! Oh, het is heel mooi. Prachtig, hè? Wauw. Heel mooi. Oh, wat leuk. Echt leuk, hè, ma? Met die gewone kan je juist alweer schrijven. Mijn hoek. Wel, maar het was gewoon een optie. Want het was gewoon mooi. Mooi. Kijk, how pretty. Hoe mooi heb jij het allemaal? Pastel dream. Dat hart ertussen ook enig, hoor. Allemaal leuk, leuke. 26. 1 en al liefde. Geregeld door 6. En mama. Oh, ik moet weg. Nee, door mama. Ja, hoe leuk. 26. Mooie taart. Hoe leuk. Is dit hart ook? Allemaal hartje en pastel. En ik draag dan beeldig de Reiners body met de broek. En ik ben beeldig gemake-up door mijn beste vriendinnetje Hart. Oh, nice. Leuk is de taart. Oeh, enig. En de versiering. En Marie en ik hebben een outfit change. Jawel, jawel. Hoe beeldig is het jurkje dat ze aan heeft. Kijk, we zitten. En Lydia krijgt dit jurkje aan. Ah. Mama is jarig. Jij zit van de camera. Jij houdt zoveel van de camera. Ja, hè? Ik hoef maar de kaart te pakken en word je vrolijk. Ja. Oh ja. Ja, kijk nou. Ja, die donuts zijn ook echt leuk. Oh, hoe een heerlijk. Wauw. Hoe was onze 26e verjaardag? Ja, we hebben dus niet zoveel gefilmd. Het kwam eigenlijk door alle baby's waren thuis aan het eten. De Bel ging huilen, Rock ging huilen, Livia ging huilen om te eten hoor. Niet vreselijk. Het was geen ellende, maar het was die ging wandelen, Bel had een poep huilen. Nou, Rock heeft eigenlijk heel lang geslapen, maar dan had ik weer de care van Stinky. Dus we hebben het heel erg leuk gehad. We zijn mooi gemake-up door haar, we hadden leuke verjaardagjurkjes. Romee en mama hadden het dit keer voor onze keer echt onze verrassing gedaan. Dus met Lippe Purée en Maria Sweet Cakery en een luxe lichtletters hadden ze helemaal het decor gemaakt. Wij normaal gesproken altijd voor hun doen, dus dat was wel heel erg leuk. We waren helemaal verrast en wisten van niks. Nee, alleen dat de kleuren een beetje pastel waren. En Siso had een hele leuke sushi taart gemaakt. Dus we hebben eigenlijk heerlijk gegeten, heel relaxed gedaan. Ja. En daardoor zijn we ook vergeten een beetje te vloggen. We zijn misschien gewoon te erg genoten met de baby's. Voor alles is natuurlijk voor ons de eerste keer. Dat was de eerste keer verjaardag als mama. Dus we waren helemaal messing met Rocket en Livia als ouders. Ja, was echt messing. Ja, dat heb ik niet gefilmd. 26 alweer. Dacht u dat we zo oud waren? Oud? Oud? Ik vind het heel oud. We gaan nu richting de 30. 25 is nog in het midden. Nu gaan we richting de 30. En eigenlijk de twee winnaressen van de bodies, die gaan we onderaan in de comments zetten, girls. Ja. Er waren zoveel reacties, ruim 600 reacties. Dus dat wilden wij niet nu snel gaan doen. 700 al. 700 al? Ja. Dus wij willen echt allebei een winnares uitzoeken. Dus gaan we hieronder even melden. Dan moet je ons even een DM-bericht sturen. En dat komt helemaal in orde. En als je geen Instagram hebt, dan een e-mailtje. Maar het komt sowieso goed. We zetten sowieso hieronder de gegevens naar welk e-mailadres je eventueel een mailtje kunt sturen. Of anders in de Instagram DM. En volgende week in de weekvlog ga je voornamelijk ook denk ik echt wel meer van mijn verbouwing zien. Wij gaan een spa-dag organiseren. Dat onze lieve vriendin Coco komt naar Nederland. Ja, lekker chill thuis eigenlijk. Ja, wat iedereen nu doet. Met lekkere nootjes. De restaurants zijn weer open. Dus misschien wel ergens lekker lunchen. Een terrasje. Dus blijf voornamelijk abonneren en kijken. Love. Thanks.